voedsel is onze meest intieme manier van omgaan met de natuur. Want we eten letterlijk natuur. Dat je daarmee slordig omgaat. Dat je voedsel verspilt. Dat je niet weet waar het vandaan komt. Gaat geheel in tegen het idee dat je verantwoordelijk op deze aarde moet staan. Eten is weten, maar eten is ook geweten. Omdat in alle voedsel een morele dimensie zit. Gewapend met dit motto reist Louise Fresco de wereld over. Op zoek naar grote ontwikkelingen waarmee we de komende voedselproblemen op verantwoorde wijze het hoofd kunnen bieden. We have to produce as much food in the next 50 years as been produced in the whole 10.000 years of human agricultural history. Ik herinner me dus die beelden van vroeger. En dat is denk ik de eerste keer geweest dat ik echt honger zag, echt in een beeld. Hier had ik echt het gevoel van dit daar moet ik mijn leven aan besteden. Het ligt niet voor de hand om naar Spitsbergen te gaan als je op zoek bent naar de landbouw. Maar in die koude ontoegankelijkheid van Spitsbergen liggen de kopieën van de zaden van bijna alle voedselgewassen ter wereld. Shall we move and walk up at least to as far as the door? Then yep. We have I can also show you the key. Okay, well that's symbolic then. Yes. The key of the secret chamber that we will not visit. Dit is het eind van de gletsjer. Kijk, hier zie je nog een stuk van die gletsjer. En dit is wat hij met een geweldige kracht van het ijs naar voren duwt. En zo moet je je ook eigenlijk voorstellen dat Noordwest-Europa daar in de ijstijden heeft uitgezien. Het is helemaal bedekt. En dan met zo'n enorme duw werd in ons geval in Nederland het materiaal uit Scandinavië naar voren geduwd. En dat, over het algemeen is dat ook vruchtbaar materiaal. Want het is eigenlijk een soort, zo'n gletsjer is een soort grote schraapmachine die alles van naar voren duwt, ook de bodem. Dus eigenlijk moest aan het eind van de ijstijd moest alles weer overnieuw begonnen. Er moest weer een nieuwe bodem gevormd worden. Er waren geen bomen meer, er was nauwelijks bodembedekking. En op dat moment eigenlijk is pas de landbouw begonnen. Hier in Mesopotamië, dus tussen de Tigris en de Eufraat in, is door een samenloop van omstandigheden die eerste landbouw ontstaan. Er is zoveel geschiedenis hier samengebald, zulke belangrijke ontwikkelingen. Hele vroege steden. Cultuur en mensen die dus niet meer elke dag voor hun eigen voedsel hoefden te zorgen. Zeker, ja. Die gevoed werden door de boeren. Ja, door de boeren die dus meer produceerden dan ze zelf nodig hadden. Ja, en dus ja dat is, zeker, zeker. En dat ja. is het revolutionaire natuurlijk van die landbouw. Dat je plotseling meer mensen kan voeden dan daarvoor als jagers en verzamelaars. Ja. Ja, en dit is natuurlijk toch de vruchtbare halve maan. Hè? Dat Mesopotamië, waar we zoveel over gehoord hebben. Het is er nog steeds. Als je het ziet liggen, denk je, ja, dit is waar de welvaart van de mensheid eigenlijk is begonnen. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, zeker. Niet alleen is er geen appelboom te zien, voorlopig. Er staat nergens een bordje bij. Er ligt plastic. Er lopen honden in de tuin. Je hebt totaal geen idee wat er is. En er wordt een soort parkje ingericht met lavendelplanten. Je zou verwachten, dit is dé plek van de appel ter wereld. Dat ze hier een prachtige collectie zou hebben van onze zoete appel. En er is helemaal niks. Ik kan voorlopig helemaal niks vinden. Geen bordjes. Dus is gewoon, je hebt geen idee. Wat een treurnis. Ik ben echt helemaal geschokt. When those apples came up, the European peoples, they knew about wheat and they knew about beans and they knew about peas and they knew about oats and barley. All of those things, you had to do a lot of things to them. You had to take the skins off, or you had to grind them, or you had to cook them, or you had to mix them with yeast, or whatever it was. You go to an apple tree, you just take the apple tree off and you eat it. You don't do anything else. Je kunt niet in Italië wonen en niet onder de indruk raken van hoezeer voedsel deel is van de cultuur. Je viene dan con un po' di vino, di aglio. Sì, condimento. E poi prendo un pezzettino. Aglio, vino, sale, poco pepe, perché il pepe dice che fa male. Molto suave, molto morbido, questo. Sì, ma poi le cose del palato, la gola non gli deve. Is dat niet het dilemma? Dat je dus aan de ene kant doe je iets wat diervriendelijk is, aan de andere kant heb je risico dat het daardoor toch niet problemen kan geven. We hebben het vandaag heel veel over duurzaam, hè? Duurzame veehouderij. Maar wat is nou duurzaam? Als je welzijn heel belangrijk vindt, dan zou dit heel duurzaam zijn. Ja. Maar als je milieu heel belangrijk zou vinden, dan is dit misschien iets minder duurzaam.
hoe kunnen we nu aan die groeiende behoefte aan vis voldoen om aan de ene kant uit het wild te vissen, al of niet met een kwotum, en aan de andere kant toch proberen te telen. Daarvoor is nog een heleboel wetenschappelijk onderzoek nodig. We are trying to enrich some of the food with some of the components that so you can get from the fish. Are you saying you would add some components coming from the fish to the fish byproducts in processed foods? Yeah. It's like you have margarine enhanced with omega-3's. Yeah, so. Het belang van deze kust zit hem daar, in het water. Dit is eigenlijk het Amazonewoud van het onderwatergebied. Hier heb je ongelooflijk veel soorten algen. De meeste algen van Europa komen hiervoor. Pueden ser una fuente de comida, de calorías verdaderas, no solamente algo específico para una cocina de lujo. No, sin ninguna duda. Un plato de espagueti te puede sustituir una carne sin ningún tipo de problema. Als je in zo'n besneeuwde, onafzienbare vlakte staat, dan denk je niet aan rijst. Rijst is een tropisch gewas. Maar hier heb je, je kunt het nog zien, de stoppels van die gemechaniseerde rijst die hier tot aan de einde doorlopen. Dit is de rijst die Japan graag in stand wil houden. Anderzijds zijn er steeds minder jonge boeren die rijstboer willen worden. Want ondanks die mechanisatie is het nog steeds heel veel en zwaar werk. Dus in die rijst, symbool van Japan, balt zich ook samen het hele dilemma van de toekomst van de landbouw. Je hebt hier blijkbaar dus twee groepen die tegen elkaar strijden. Een groep van de vis en een groep van de rijst. En dat gaat altijd weer over die schaarste en maar hopen dat je in dat precaire bestaan van landbouw en visserij ook inderdaad volgend jaar een goede oogst krijgt. Eigenlijk heeft de religie niet zoveel te bieden. Dat is wel de andere conclusie die je moet trekken. Want de priesters zeggen heel makkelijk, ja, we smeken God of de goden om voedsel voor volgend jaar. Maar daarmee houden ze tegelijk natuurlijk een zekere modernisering tegen. Ze hebben geen antwoord op de machteloosheid van de eenvoudige boer of de eenvoudige visser die maar moet afwachten. En je ziet dus eigenlijk hier heel erg compact het feit dat de religie en modernisering eigenlijk tegengestelde krachten zijn in een samenleving. Bij rijst, bij tarwe, bij mais en eigenlijk bij alle landbouwgewassen hoort de vraag hoe je de productie op een duurzame wijze kunt verhogen. So what are the latest developments? Well, the latest developments perhaps besides us continuing to conserve and acquire more accessions is that we have started a very large project to not only characterize but to not only store, but also to characterize and utilize all the genetic variation that we're storing. We'll send seed from here to a number of countries in the developing world as essentially genetic stocks to help them with their breeding program for wheat to adapt their cultivars to climate change in the future. Vind ik als ik hier sta, misschien wel op de grootste markt ter wereld, ik zie hoe dit allemaal hier gebeurt. We staan hier op de worteltjesafdeling. Als je erbij stilstaat van wat het betekent om deze worteltjes hier te krijgen, die moeten van die boeren komen, die moeten worden schoongemaakt. En ze worden dus hier gekocht, zowel door gewone burgers als door restaurants, als door winkels. Het is echt een groot wonder, vind ik, dat wij met z'n allen in staat zijn om die productie naar de stad te krijgen. En tegelijkertijd die stad zo goed te voeden. Dat geeft ook ontzettend veel hoop voor mij voor de toekomst. Het zou best wel van vannacht kunnen zijn, want het heeft behoorlijk geregend vannacht.